Art Langer, na de laatste voorbereiding tegen Groningen. Groningen thuis hier, dat moet een mooie wedstrijd kunnen worden. Ja, dat wordt het zeker. Alle wedstrijden hier thuis zijn een beleving dit seizoen. Ja, want ik zie aan de tribune wordt ook nog flink gewerkt. Ze maken een staattribune, dat moet ook nog klaar zijn voor zaterdag. Ik heb geen idee. Geen idee, maar is dat sfeervoller, dat mensen kunnen staan? Nou, de mensen staan er altijd al, dus die zitten nooit op die tribune. Dus dat geeft wel een extra sfeer, ja. Extra dimensie, dus er komen nog een paar plaatsen bij. Dus wat dat betreft alleen maar meer vreugde in het IJssel Delta Stadion. Ja, nou, dit, wat we voor het seizoen zei, je komt uit. Elke wedstrijd hier moet een feest zijn en mensen moeten trots kunnen zijn op Zwolle. Ik denk dat dat tot nu toe qua spel wel in orde is, alleen qua resultaat nog niet. Nee, qua resultaat nog niet. En qua spel, wel, je zegt er al, je schouders zijn de benen plat van al die complimentjes. Ja, maar ja, dat, wordt ook toch wel, dat roept iedereen dan nu. Kijk, vorig jaar als wij een keer gewonnen hadden hier en we hadden niet zo bijzonder gespeeld, dan was ik ook de eerste die zei van, nou ja, jammer, jullie hebben goed gespeeld. Dus dat komt wel goed met jullie. Maar goed, je zit zelf liever niet in die situatie. Nee, liever dus richting die drie punten. Die moeten dan zaterdag tegen Groningen maar gepakt worden. Ja, goed, er moet niks. Dus, maar het zal wel prettig zijn. Ja, de belofte van Zwolle hebben een goed voorbeeld gegeven afgelopen maandag. Ja, die hebben terecht gewonnen. En dat is ook een mooi signaal. Dat je dus die belofte hebben tegen Ajax en Heerenveen zo goed gespeeld dat ze met lege handen blijven staan. Dat dit ook een zeer terechte beloning was. Ja, wat dat betreft kun je de parallel een beetje trekken naar het eerste team. Ik hoop dat we dat morgenavond om 9:00 kunnen doen, ja. Ja, morgen die wedstrijd, de opstelling. Ja, die is eigenlijk hetzelfde als vorige week. Met de aantekening dat Joey weer in het veld komt en Leon gaat keepen. Dus de opstelling, de oude vertrouwde opstelling zeg maar, van de vorige wedstrijden. Ja. En dan, dan zullen die punten moeten komen. Dan wacht een zware week, want dinsdagavond is er weer een wedstrijd. Ja, maar dat is mooi. Dat is hoe meer wedstrijden, hoe beter. Daar leren jongens ook van. En dan kunnen we misschien nog eens keer iets proberen op een iets andere manier te doen. Of misschien, hopelijk, heb je zaterdag een heel goed gevoel gekregen. En dan kun je dat vasthouden na de week daarna. Ja, laten we daar maar van uitgaan, toch? Van het goede gevoel. Lijkt me wel. Goed, bedankt. Ja, graag gedaan.